Yo mensen, Jeroski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van A Plague Tale Requiem. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want Hugo is op dit moment heel erg ziek door het virus genaamd de macula, welke in zijn bloed zit. Ons doel is dus, samen met Lucas, om bij de toren recht voor ons te komen, want daar zit hopelijk fout in verstopt wie ons kan helpen met Hugo zijn ziekte. Dus heb je hier nu zin in? Ram dan natuurlijk uit, blijkt me straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. Het probleem is alleen dat we op dit moment in de slums zijn, waar we niet mogen komen en waar de plaag is uitgebroken. Dus we gaan naar beneden. Alleen, we moeten heel erg goed oppassen. Are you sure about this? Nee. Well, it's the only way. We moeten die kant op. Alleen alles hier staat op instort, want dit is de slums. Oftewel de achterstandswijk. Gewoon rustig lopen. Het wiebelt aan alle kanten. Oh, nu stort het echt allemaal in. Ik zou rennen als ik jullie was. Overal ligt bloed. Overal vliegen. Please don't hurt me. Calm down. We're not with those men. You live here? Yes. Het lijkt alsof hij een spook heeft gezien, joh. Wat moet je al die lichamen zien, man? Wat? Wat is dat? Dat is de plaag. Don't drop the torch. As long as you have it, they can't hurt you. But what do they want with me? Je opeten. Kijk om je heen, vriend. Hij is veilig zolang hij zijn fakkel in zijn handen houdt. Maar dit zijn er echt wel heel veel. Nee! We moeten rennen, want nu komen ze achter ons aan namelijk. Gadverdamme. Doe de deur dicht. Als we in het zonlicht komen, dan zijn we ook van ze af. Want ze kunnen niet tegen licht, dus niet tegen het licht van een fakkel. Of niet tegen het zonlicht in de verte. We're safe for now. Ik neem die fakkel mee. We're safe. Calm down. Keep hold of me. We moeten wel, ja. Ik loop heel voorzichtig naar voren. How can there be so many already? Hugo, they're here for him. En ze zijn hier allemaal voor Hugo. Alleen op de weg naar Hugo toe vreten ze alles en iedereen op. Ja, nu gaan ze er vandoor. Die beesten kunnen overal komen. Ik blijf in beweging. I lost all of it in the fall. We'll do without. Yes. Please don't drop that torch. Even kijken, dat loopt dood. En hier kunnen we over het muurtje heen klimmen. Dus ik hang de fakkel even hier op. I can't believe you're leaving the torch behind. Want anders kunnen we niet omhoog klimmen. Let's use a stick. It'll burn fast. Ja, dan moeten we snel zijn. Zodra ik deze stok aansteek, gaat die heel snel op. Want dat brandt natuurlijk gewoon door. Dus we moeten echt snel gaan bewegen. Yes, very straight. Gewoon door blijven lopen. Lucas, when night comes. Yes. Die kunnen we aansteken.
Alleen, dat was de stok. Nu, oh, we hebben nog weer stokjes hier. Alles onder controle. Ik ga eerst even kijken. Ja, 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 ik zie waar ik naartoe moet. Dus steek hem eraan. En dan in één keer doorlopen, nu. Overal op de grond liggen ook lichamen. En die zijn helemaal opgevreten. Fire's doing all right. For now. For now. Steek hem aan, steek hem aan, steek hem aan. How good. One brazier at a time. We can make it. Maar nu. There's a ladder. Ja, ik zie de ladder inderdaad. Maar ik weet dus niet. Oh, ik weet het wel. We kunnen deze naar beneden gooien. Dus dan kunnen we die ook aansteken. It should work. Time to light it up. Dus dan moet ik eerst deze even aansteken. En dan gooien we hem daar tegenaan. En kijk, nu is het vrij. Let's go, quick. Goed blijven nadenken. We hebben de haast achter, maar we moeten het wel veilig blijven doen. Want hier is het zonlicht, dus hier kunnen de ratten niet komen. Need to take a breath. Breathe fast. I don't know how long it's going to last. Kijk hier beneden dan. Eén rat is al erg. Maar miljoenen ratten, dat wil je niet meemaken. Really? A beam? It's the only way. Zal ik voorop gaan? Right. Stay. Niet breken. Wow. All right. Just don't rush. Oh, dat meen je niet. Hij ligt nog in het zonlicht. Are you all right? No, I'm surrounded. The ladder. Get to high ground, quick. Yes. Ik moet hem proberen te helpen. Ik steek deze stok aan, dan loop ik heel snel naar de andere kant. Zo snel als ik kan. Ik kom eraan. Er zitten overal tralies voor de ramen, dus ik kan hem voor nu nog even niet helpen. Oké, let's go. Wij wellicht. Even kijken. Ja, ja, aan de andere kant. Of ik Lucas kan helpen. Kijk, die heeft nu ook licht. Dus hij kan nu ook verder lopen. Ja, ik gooi je stok naar jou toe. Dan moet je even opletten, vriend. Komt ie. Hij heeft hem. Be fast, be brave, and don't fall this time. You can do it. Don't panic. Hij moet snel zijn. Kijk achter hem. That was horrible. Thank you. Goed gedaan, man. Let's keep going. We're getting closer to sunlight. Maybe we'll get out closer to that tower. Ik hoop het. Wait to hear Master Vodan's plan about this. It better be a damn good plan. It will be. Deur op slot. Kunnen ze niet achter ons aankomen via hier? Maar ze zullen honderdduizenden gangjes hebben om te kunnen lopen. Are we down again? We are. Maar it's a joke. Oh, no. Dit gaat naar beneden. And Hugo's condition gets worse with every second we spend here. Your mother is with him. He should be fine. Het was de bedoeling om naar boven te gaan. Maar dit gaat dus helemaal de verkeerde kant op. No, but they were here not long ago. Look at these bodies. Fresh. They're close. Careful. Overal liggen lichamen. Oh. What is that? Rails in the walls. It looks like an elevator. It could be a way out. Dit is een lift naar boven. Alleen de vraag is, hoe gaan we de lift werkende krijgen? Ik ga meteen even naar het control panel of die draaitafel wat ik verderop zie. A lodge. I smell meat. I trust you. I can't really see from here. A crank. Let's see what it does. I'm going to need you. Sure. Naar voren duwen werkt niet, maar... Oh, naar achter werkt wel en... Hij zit vast. De deur aan de rechterkant beweegt. Ja, dit wist ik ook niet. No. Look at the platform. The brazier. It looks big enough to light the whole room. Ja, die moet aan. Maar waar gaan we vuur vandaan krijgen? Saltpeter, sulfur, alcohol, whatever we can find. Fine. These rooms are open now. Maybe we'll find something.
Als wij de korf op de lift aankrijgen, dan verlicht hij heel de kamer. Yes, some spilled on these planks. The chest up there might contain more. Ik zie hier boven alweer een nieuwe crank. Een nieuw mechanisme. Frank, there's an elevator. En dat gaat hopelijk, ja hoor, de lift naar boven halen. The time of my life. Ik heb ook de tijd van mijn leven hoor hier. Ik weet, wacht, wat als we hem loslaten? Want ja, dat dacht ik al. Can I help? Good idea. Ja, als jij nu Lucas, can you handle it? Die lift naar boven haalt voor ons, dan kunnen wij naar de andere kant lopen. En ik zie daar al een karretje staan. Dus als we dat karretje dan op de lift zetten, dan gaat de lift naar beneden, het karretje naar beneden. Dan kunnen we het karretje gebruiken om naar de kist te klimmen. En dan zijn we er. We're losing time. Helemaal die kant op. Ja, dat lukt wel, dat lukt wel. Op de lift ermee. On your go. Ik zal hem even zeggen dat hij hem los mag laten. En dan nemen wij het karretje verder mee. Ik ga echt serieus zo snel als ik kan. We don't even know if he's in there. And with the rats. And those mercenaries. Hey. One thing at a time. Yes. Het is helemaal in paniek, want we moeten zo snel mogelijk dit allemaal doen voor Hugo. You were right. En ja hoor. Yes. Nice. Now that is very good news. All right. We need a second element. Then we'll craft an ignifer. Ik zie daar nog een kist staan in de verte. I forgot about this. Let's check that other room. Alleen hoe gaan we daar komen? Hebben we hier überhaupt ergens vuur? Oh, wacht! Hier is nog een kamer. Dus misschien dat we hier het tweede ingrediënt kunnen vinden. Alcohol. Maybe in that chest. Alright. Let's try to keep these rats occupied first. Ik heb een idee. Ik weet alleen niet of het het beste idee is. Want als ik deze geit, denk ik dat het is, naar beneden gooi, dan gaan de ratten die opeten. Maar voordat ik hem gooi, wacht even. Weet ik niet of dat genoeg is. Dus ik kan sowieso proberen om even de kamer wat meer te exploren. Zonder te vallen. Op deze manier. Oh, en daar hangt er nog een. Ja. Dus die kunnen we ook naar beneden gooien. Maar of dat genoeg is, dat weet ik dus niet. Want al die ratten uit de kamer moeten bezig zijn. Ik ga het proberen. Die gaat naar beneden. Dan gooi ik die naar beneden. En ja hoor. Het kan. Het kan. Snel. Als we het op hebben, dan kunnen we niet meer terug. Dus heel snel de kist open en heel snel terug. Alcohol. Nice. Dankjewel. Terug. Very good. Come back. Snel, 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 alsjeblieft. Alsjeblieft. Lekker smikkelen, jongens. Lekker smikkelen. Dankjewel. Nu hebben we good. De ingrediënten. Sulfur and alcohol. It's one of the best bases for an ignifer. Highly reactive. Mix them together. Ignifer. I love that thing. It's a lifesaver. Eens even kijken. We kunnen er 3 maken. Dus ik maak ze ook gewoon meteen alle 3. Want we zullen ze vast en zeker nodig hebben. Oh, we kunnen er zelfs 6 maken. Dus met de 2 ingrediënten maak je meteen 2 items. Dan selecteren we ze. En dan kunnen we nu... Pop! Ja hoor. Ja hoor, alle ratjes zijn weg. Doei doei jongens. Thanks, Lucas. Nice. Ignifer will be more than useful. Now, let's try to get that platform down. Maar nu moeten we de lift nog werkende krijgen. We'll have a look. Hier zijn we net geweest, maar nu kunnen we ook deze kant op. Maar, oh, wacht eens even. Hop! Wow, that's a lot of antique jars. I can easily picture a crowd getting heated with wine while gladiators. Nog een extra 2 items. Hier nog meer. Ik ga alles meenemen wat we kunnen. Want nu weet ik zeker dat we het in de toekomst nodig gaan hebben.
Deze kan ook aan worden gezet. Nice, die kunnen we zelfs nog naar beneden gooien. Maar dan moeten we niet de Ignifier gooien. Maar dan moeten we een steen gooien om naar beneden te krijgen. Dus hop. Nice. Ja, hoe gaan we die trap kunnen bereiken? It could concentrate the effect of an ignifer and release it. We'll need to find a way to lure those rats. Great, it helps. Dan kunnen we hem combineren met een pot. It's done. Throw it to make a brief fire. It'll get us across, but we'll have to be quick. Oké, dan gaan we heel snel rennen. Ik heb nu dus de ignifier in een pot gestopt. En dan, oh ja hoor, het werkt. Rennen. Great idea. Pretty easy. You just need a pot. Ja, dat was heel erg slim. Dat was wel de enige pot die ik had. Maar hier hebben we een nieuwe box. Dankjewel. Daar zat nog alcohol en zilver in. Alright, let's move this beast. En ja hoor, de lift gaat naar beneden. Dit is goed. Ik weet niet of die helemaal de grond gaat bereiken. That's what the crank on the other side is for. You need two people. Oh. Ja, we hebben twee personen nodig. Alright, you stay there. I'll go man that other one. I'll wait for your go. Dan gaan wij naar de andere toe. Hopefully. If someone had told me we'd have our own circus games. If someone had told me the world was about to collapse again. Dat is inderdaad wel een circusspelletje. Ja, kijk, hier is de andere crank. Dus het lijkt me dat we deze kant op moeten. Dus de vuurkorf zetten we aan. Dan zie ik aan de linkerkant al een pot. Nice. Hier nog een pot en nog een kissie. En alle ingrediënten die we nu kunnen vinden, moeten we ook meenemen. Ik heb niet meer. Ik moet even maken. 2, 4, 6. Hebben we weer genoeg. Dan steken we de fakkel aan. Maar, ja, yeah, ik zie jullie jongens. Ik zie links ook een kistje staan. Dus dan heb ik die pots nodig die ik net heb gevonden. We hebben er 2. Dus als ik er hier één neergooi, dan kan ik in ieder geval naar die fakkel komen. Maar eigenlijk moet ik ook links naar die kist komen. Dus misschien is het handig om eerst ervoor te zorgen dat we naar die kist kunnen. Dankjewel. Alle items meenemen. Kom maar door, kom maar door, kom maar door, kom maar door. Dankjewel. Dat is heel veel. Oh, net op tijd. Ze werken niet heel erg lang. Dat scheelt echt heel weinig. En nu moeten we hem hier gooien. Zodat we weer verder kunnen. Nice. Daar zie ik weer een geit. Dus leg die maar op de grond. Eet smakelijk allemaal. Want dan kunnen wij heel snel hier met de trap naar boven. Time to get that lift down and get the hell out of here. Alright, Lucas. I'm there. En ik zie hier nog iets liggen. Die nemen we even mee. En dan moeten we nu alle twee tegelijkertijd aan het mechanisme draaien. Lucas die staat helemaal aan de andere kant, maar het werkt. Het werkt. Gaan we rennen? Rennen! Go, 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 go. Rennen, Lucas, rennen naar het platform. Kom, 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 kom. Oké. Steady. Net op tijd. We gaan helemaal naar boven. Dit is goed. Naar het zonlicht. It's starting again. Do you realize what that means? I do. But we've been through this before. You saw how they charged us. The way they move. They're faster, more agile, more intelligent. But we made it. Barely. Let's find Magister Verdun. With the order by our side, we won't have to face this alone anymore. I really hope that you're right. Ik hoop het ook. Maar waar komen we nu uit? We zijn voor nu weer veilig. En daar is de toren. Dit is ideaal. We zijn er gewoon. A bit. But I'll take that. Het laatste stukje slums moeten we doorrennen, maar dan zijn we bij de toren waar hopelijk Foudin zich verstopt houdt. Let's hope it doesn't mean they found him. Let's just hurry.
This place actually seemed pretty nice. Before the bite, yes. A vegetable garden. Oh, look at that. Amicia, you should come see this. Ik zie nog een kist staan naar boven. Wat heeft hij gevonden? Oh, nog een plantje. Hey, what are you doing here? Whoever planted it won't see it grow. Hugo will love it. I'll keep it there. Neem een bloemetje like voor before. Hugo mee. Dat vindt hij leuk. Thank we weten dat hij van plantjes houdt. Let's keep going. Ik moet even kijken hoe we bij die kist kunnen komen. I wonder how the Count of Provence hopes to deal with this mess. Maar ja, via hier. His army rules for him. Which doesn't prevent those mercenaries from wandering around. And we thought the place was safe. Er is hier toch niemand meer in leven, dus we kunnen alle items meenemen. Maar het is echt wel bizar dat het hier zo ontzettend stil is. Close to the tower. One last push. This thing is big. He has to be in there. It looks like the safest place anyway. If the Order still has that power, maybe they could save Hugo. Ik begin een klein beetje bang te worden. Want het is hier wel heel erg open. Kraaien die zijn ook al aan het smikkelen van alle lichamen. Dat dacht ik al. Tell your men to stand ready to storm the tower. Didn't you hear? We have men missing. Something is going on here. Let's go get the alchemist and leave this bloody. We proberen meteen in dit grasveldje te komen. It's an order. All right, you're cool. He really is in the tower. Want vanaf hier kunnen we niet verder. Lucas, this is our last hope to save Hugo. Yes. Nu gaan we lopen. Waar ga jij naartoe? Hij gaat het gebouwtje in, maar het probleem is... Oh, wacht, die boogschutter draait zich net om. Steady. Steady. Oké, we zijn er langs. Waarom? Oh nee, de ratten! Ze rennen van de ratten weg! Ik wil niet heel veel zeggen... Maar ze zijn nu gewoon buiten. Ik wil proberen om over de linkerkant te lopen. Alleen dan moeten we echt heel goed opletten. Dus ik loop alvast rustig van de trap. Dan kunnen we hier even achter schuilen. En als deze soldaat nu wegloopt. Goed zo, blijf maar lopen, blijf maar lopen. Dan kunnen we met onze slingshot... Kunnen we de fakkel voor ons aanzetten? Maar dan is het wel een beetje de vraag of ze dat gaan horen, de ja of de nee. Dus ik wacht even tot hij verder loopt. Oh, hij blijft daar staan. Ja. Goed zo. Goed zo. Daar komt hij. Hop. Niemand die het hoort. Niemand die het hoort. Dan is dit ons moment. Stok pakken. Stok aansteken. En rustig, maar ook snel, deze kant op lopen. Nee, laat hem maar vallen. Dan moeten we deze stok aansteken. Dit moet echt heel snel. Kijk, want rechts loopt die soldaat, die loopt rondjes. Dus nu is deze aan. Maar, oh, ik moet hier erlangs. En dat gaat geluid maken. En dat is het hele probleem. Waar loopt die soldaat? Die loopt daar. Oké. Ik ga gewoon wachten. We zitten hier voor nu al veilig. Dus ik ga wachten op die langsloop. Dan hoeven we niemand uit te schakelen. Dit is goed. Hij kijkt niet eens onze kant op. Hoop ik. This is taking too much time. Nee. We moeten dit echt even rustig aandoen. Ik heb hier geen stokjes meer, dus ik moet gooien. Maar wacht, ik kan deze natuurlijk aanzetten.
Alleen ik heb geen stokjes meer. What's wrong? We can't reach me. Als ik die aanzet, kan ik door het raam klimmen. Wacht, ik moet dit doen. Ik probeer het. Dit is goed. We zijn er nog niet, maar dit is goed. Hier heb ik weer nieuwe stokjes. Ik ga even snel kijken wat nu het slimste is. Want dit nemen we mee. Ik zie hier nog een extra kist staan. Maar wat ik eigenlijk hoop is dat we via hier verder naar boven kunnen komen. Ik heb zo'n gevoel dat dat niet gaat lukken. Maar kijk dan. Dit zijn goede materialen. Nou ja, hier kunnen we niet verder. Dus we moeten echt via de route waar we net waren. En ja, dit gaat wel werken. Oké, steek hem maar aan. Nice. We zijn er bijna. Onze pots zitten vol, dus we kunnen niet meer pots gebruiken. En daar is de doorgang. Oké. Is er iemand hier in de buurt die ons kan horen? Die niet. Alleen die. Oh, er staat een archer aan de andere kant. Maar die hoort het niet. En ik weet niet of die archer zich ook gaat omdraaien. Als hij gewoon die kant op blijft kijken. Ik ga het heel even afwachten. Dan kunnen we gaan lopen. Want het is nu bijna vrij daar. Nou ja, hij blijft die kant op kijken. Dat is goed. En hier naar beneden. Stop op de grond. En rennen. Rennen. Want hier is de deur. Help. Dankjewel, Lucas. En we zijn binnen. We hebben niemand uitgeschakeld. We hebben dit echt heel goed gedaan. I think we're safe now. You did great. What's wrong? Vodan is somewhere in here. We did it. Those last months on the road. After all that happened in Guihen. Hugo was always worried that it would start all over again. Everything was so nice and quiet. Ze hebben dit al een eerdere keer meegemaakt. I told him that maybe it was over. En nu begint het allemaal weer opnieuw. We all hoped it was. But what are we gonna tell him now? That the rats are back? That the bite has killed hundreds? And this new home that he likes is already dying. I'm not ready for this. No one could be ready for this. But soon we won't be alone in it anymore. We'll have the best alchemists by our side. Good? Good. Now look. Dit is de plek. A real order lodge. Daar hangt het logo aan een ketting, dus we moeten. Let's get this Magister Vodan to Hugo. In het juiste gebouw aanwezig zijn. That's an entrance hall. How do we get upstairs? I see no door. These sorts of iron bells. Look, they bear planet symbols. And here, the sun sits in their center. The order of the planets is not right. How does the whole thing work? There are locks for a key under each bell. It's one big mechanism. But we don't have a key, so... I think the key makes each bell pivot. But your sling may do the trick. Let's try from the left. Right. From left to right, the correct order is... Jupiter, Mars, the Sun, Venus, and Mercury. Okay. Jupiter's symbol looks like a Z. Like for Zeus. Z. That's it. Is dat de Z? Okay, dat lijkt op een Z. To Jupiter's right is Mars. Mars? God of war,
It's a shield crossed by a spear. Een schild met een speer erdoorheen. Niet deze. Niet deze. Maar ja, deze. Venus is the first to the right of the sun. It's shaped like a necklace. Het is een ketting, zegt Lucas. Dat is hem niet. Dat is hem. Ja. Mercury, god of commerce. He carries a staff with two snakes intertwined. Ja, en dan is het deze. Dat zijn ze allemaal op de goede plaats en de hele deur gaat open. Good work. Let's go find this majesty. De stenen deur gaat open, hè? Dat moet tonnen, maar ook echt tonnen wegen. En is dat Foudin? Hebben we hem gevonden? Magister Vodan, I'm Amicia de Rune. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guienne. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your magister know you entitle yourself? Who cares? The macula's woken up again. My brother needs your help and the rats are already there. Control your flame, protector. Others are burned in it. Take my bag. Let's go see that carrier. Hij gaat ons helpen. Magister Vodan. Where is he? It's upstairs. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Vodan. Hello. We should start immediately. I will need silence. Mother. I'll handle it. Iedereen de kamer uit. En dan kunnen ze hun werk gaan doen. Maar de echte vraag blijft: gaat het werken? Daar gaan we de volgende keer achter komen. Want hierbij ga ik deze aflevering nu afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk uit op like. Dat zou ik super gaaf vinden. We zijn morgen meteen weer terug met het vervolg van A Plague Tale Requiem. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen. Bye.